Lopen we naar de dom te doen, joh. Lekker afwassen. Wat een bek. Dit is het piemel uit zijn broek. Piemel, kijk zo. Goedemorgen, wij zijn weer wakker geworden. En ik heb even mijn haar gisteren in de staart gedaan. Maar er zit een soort van gekke knik nu in. Maar het lijkt ook een beetje golvend hier. Hier. Ik heb het wel eens vaker hoor, dat mijn achterste plukjes soms een beetje golven. Ik ben best wel verbrand. Is het raar om te laten zien, is het? Als je shirt alleen zo laat zien. Je shirt nog ook zo. Kijk, ik ben nog steeds een beetje verbrand. Hier zie je het wel. Dit is wel pijn. Dus ja, vandaag gaan we niet echt iets op de planning. Maar het is gewoon heel lekker weer. Dus we kijken wel. Misschien gaan we naar het strand. Misschien We zijn er eigenlijk alweer een beetje klaar mee, hè? Klaar mee. Misschien ook alweer weer naar huis gaan. Nee. En eigenlijk staat er niet even naar het strand gaan. Wat? We gaan lekker naar het strand gaan. Mm-hmm. Een uurtje of twee of zo. Ja. Want dan is het gewoon helemaal zonnig. En warm. Is dat dan ook weer app? 27 graden, ja. Is dat dan ook weer app? Kunnen we niet een keer avond eten op het strand? Misschien wel. Dan kunnen we lekker s'avonds ook. Waarschijnlijk maar een koeltas is toch niet om het koel te houden? Koeltas is om het koel te houden? Nee, toch? Wel. Dat is toch juist om het als een soort oven te gebruiken? Loop maar naar de dom te doen, joh. Gisteravond ging het regenen, dus we hebben even alle spullen hier neergelegd wat nog aan de waslijn hing. Dat moeten we nu eigenlijk eventjes opvangen, Stefan. Ik ben koffie aan het zetten. Jij kan het er even opvangen. Dit hangt weer. Je ziet jou niet, je bent een beetje zwart. Dit hangt daar, dit hangt daar. En je boobies hangen daar. Croissantjes. Mijn wel even in de pannetje. Ik vind dit zat zo lekker, een eitje op je croissantje. Wat gaan wij doen? Wij gaan even afwassen. Lekker afwassen. Even lekker afwassen. Julia is even naar de wc. Dus ik ga eventjes deze klaarmaken. Met deze. Lekker? Wat een bek. Lekker, lekker, lekker. Lekker, lekker, lekker. Eet smakelijk. Ik heb hier anders geen licht in de tent, dus dan moet het maar even zo. Maar wij zijn vandaag naar het strand geweest en ik weet niet eens of ik dat heb gefilmd. En toen hebben we gedoucht. En nu zit ik hier. En ik ben nog steeds een beetje verbrand. En we hebben eigenlijk niks bijzonders gedaan. We hebben gewoon op het strand gechilled en we gaan zo remake-upen. Echt ultimate vakantie.
Morgen gaan we iets doen, maar we weten nog niet zo goed wat. Dus. We zijn aan het remake-up. Alweer. Maar nu met een betere... Ja, mijn camera. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben je wakker? Nee. Ga je even mijn vlechtje starten? Zo. Kijk. Oh. De bovenkant is nog stijl en de onderkant is krul. Maar ik borstel het gewoon even door en ik denk dat ik er even wat water in doe. Wij gaan nu naar de hoofdstad van zeg maar de provincie waar we in zitten, de Vendée. Hoe heet het? La Roche. Surion. Surion. En ja, dat gaan we doen. En we gaan eerst een tussenstop maken om eventjes te tanken. En ik ben echt heel blond weer geworden. What a wonderful world. We zijn er en we weten nog niet zo goed of dit een heel leuk stadje is, maar we hebben wel bewegende dingen ontdekt. Kijk, deze beweegt ook. En die beweegt volgens mij als het goed is ook. Of kan bewegen. Ja, daar gaat hij. Ik vind het maar creepy. Oh ja, en daar is Napoleon. Hoi. We zijn uit het stadje gegaan. Wat echt niet een heel erg leuk stadje was. En nu gaan we naar het andere. En die zit meer aan de kust. En dat leek ons ietsjes kusser. We gaan het delen. Het is een beetje weinig. Nou, dan eten we daarna nog wat, toch? Zo. Het is een beetje warm. Dan dacht je wel zo, hè? Yeah. We lopen nu naar het strand. We dachten, we gaan een keertje lopen. Dus dat dacht ik. En ik heb een netje gekocht. Want het is heel vaak app. Dus ik dacht, dan kan ik dingetjes zoeken. En dan gaan we met onze spulletjes. Oeh. Twee van het appje. Wij zijn lekker aan het barbecuen. Ik heb een salade gemaakt. Daar staat de barbecue nu even niks erop aan te hebben. Wasjes en stokbrood. Lekker. Met brie. Of course. Goedemorgen, wij zijn lekker wakker geworden. Wij moeten eigenlijk... Ik heb echt pijn in mijn ogen. Ja, we zijn rode ogen of niet? Maar dan valt er mee. Wij moeten eigenlijk even het afval en zo weg gaan brengen, want het is echt één grote bende bij ons bij het tent, hier een puisje. En glas ook en zo. En plastic. Hier ja, ze scheiden hier wel, maar op een camping je afval scheiden is echt het moeilijkste wat ik ooit heb gehad. En wij hoeven thuis niet afval te scheiden, omdat we in een appartement wonen. Dus dat is niet zo goed gelukt. Vandaag gaan we eigenlijk de hele dag naar het strand. Het is vandaag echt heel warm. En ook echt niet lekker om in een stadje te lopen. En dan gaan we lekker bij de zee liggen. En als het goed is, is het ook vloed. Dus dan kunnen we eindelijk met de bodyboards. Eindelijk. Want die nemen we echt al de hele tijd mee. Zonder dat we, hoe heet het? Vloed hebben. We hebben steeds app. Dus daar hebben we echt heel erg veel zin in. En dan vanavond nog even één keer barbecue volgens mij. En dan morgen gaan we uit eten. Dus dat is heel erg lekker. We gaan pannenkoeken ontbijten. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Crepes met Nutella. Wat doen jullie? Koffie zetten. Goed bezig. Bedankt. Ik was een YouTube video aan het kijken. Een YouTube? Ja.
Sukkel. Lekker hè? Maar gezond is. We zijn lekker een broodje aan het eten. En we gaan zo naar het strand. Ik heb echt heel droge lippen. Oh. Kijk. En ik heb deze bikini vandaag aan. Ik ben het broekje van deze kwijt. Maar ja, dat geeft niet. En vandaag zijn er waarschijnlijk heel veel golven. Dus we gaan wel met de auto, maar we gaan wel... Kijk, het is op loopafstand, zoals we gisteren hebben gelopen. Maar omdat we heel veel mee hebben, gaan we toch eventjes met de auto. Ik ga mijn rug eens smeren. Ik wil geen 50. Kom. Ik heb toch een broodje. Nou, je moet nu wel. Goed geregeld. Ik ben dood. Er zit een hond aan me te snuffelen. Hallo. Sukkel. Opeens voel ik een nat meisje. Ik heb helemaal niet meer gevlogd op het strand. Alweer niet? Ik weet het niet. Heb je überhaupt al iets op het strand gevlogd? Vandaag. Hm? Vandaag. Nee, gisteren heb ik wel gevlogd. Maar nu vlog ik even met mijn telefoon, want het is zo warm dat ik gewoon te lui ben om daar mijn vlogcamera vandaan te pakken. Het is echt heel warm. We hebben net even lekker gedoucht. We hebben op het strand gezeten. Mijn natte haar is gewoon heel weer warm. Mijn shampoo was warm. Het was net alsof je pis in je handen had. Eeuw. Ja, echt fucking vies. Maar dit wilden we toch? Ja, met een klein briesje. Met een klein briesje. Ja, perfect. Daar zitten we dan. Ik ben boos. Schoot het ijsje ineens van zijn stokje af. Wat ben je allemaal aan het doen? Probeer door te slikken. Klein stukje. Ja, hoe los je dit op? Gelijk volgende hap. Open de pop. Mag ik zien? Wat? Filmpje. Wil je het filmpje zien? Goedemorgen, wij zijn weer eventjes al een tijdje wakker. En gisteren was het echt super warm. Vandaar dat ik ook met mijn telefoon had gevlogd, hadden jullie wel gezien. Het was gewoon te warm om überhaupt mijn camera te pakken. Vandaag gaan we naar Le Trans-Chemin. En daar gaan we dan eventjes wat winkeltjes kijken. Ik heb echt hele droge lippen. En ik heb deze vandaag aan, het jumpsuitje. Eigenlijk wilde ik deze aan met het uit eten vanavond, maar dat gaan we niet doen. We hebben ervoor gekozen om lekker bij de tent te eten. Want heel eerlijk, we hebben met de verhuizing binnenkort al genoeg kosten. En ik vind het eigenlijk net zo gezellig bij de tent. Want de kaarten zijn allemaal in het Frans en we hebben nu al 2 keer gehad dat wij niet echt heel lekker hebben gegeten. Omdat we gewoon niet wisten wat het was. Dus dan gaan we lekker gewoon zo meteen naar een stadje en dan eten we hier. Dit is Stefan. En Stefan zit eten zeuren of ik al klaar ben, maar ondertussen zit hij nog steeds in zijn zwembroek en zonder shirt. Ik heb hier mijn shirt en mijn zwembroek aan. Waarom doe je die aan? Niet? Niet doen? Nee. Oké. Okay. Maar dat is een beetje het ding. En dan gaan we daarna, als we naar het stadje zijn geweest, gaan we inpakken. En morgen weg. Stom. We zijn in La Trans-Chemin. Ik kan dat dus niet, Mer. En we wandelen gewoon en soms moeten we een mondkapje op. Daar ben ik het helemaal mee eens. Op. Kijk zo. Ja. Even naar de zee, maar het is niet heel lekker weer vandaag.
Op het weerbericht staat dat het nu vol zon is. Nou, dat is niet. Maar ik vind het altijd weer helemaal leuk om te kijken of ik leuke schelpjes of diertjes zie. Echt gek, hè? Ik besef nu trouwens dat mensen mij horen praten tegen de camera. Of zien praten. Oh, je ziet gewoon helemaal niks aan de overkant. Zo. Oh, die golven zijn wel leuk nou. Stefan, ben je iets kwijt? Hij staat dat hij in deze weg staat. Maar dat is niet zo. Zijn de auto kwijt? Ja. Maar geen grap, ik loop nu van het strand terug naar de auto. En er zat een man net voor mij op een bankje. Met zijn piemel uit zijn broek. I'm shook. En hij zat er maar gewoon echt. Hij kwam zo uit de zijkant uit zijn broek spuiten. Die zat daar ergens. Nou, we komen van de schrik van de piemelman. Hebben we lekker gedoucht en gaan we lekker eventjes rummiken. Rummiken. Ga je tegenover me zitten dan? Huh? Ga je tegenover me zitten dan? Loser kind. Zomaar gecommandeerd. Zomaar gecommandeerd. Jeetje. Je durft. Lekker rummiken. Kijk dan, mijn hele dingetje zit vol. Mijn güte. Staan die van jou ook helemaal vol? Ja, ik heb zelfs... Het vervelende aan dit spelletje met Stefan is dat hij altijd in een soort wanhoopspoging maar dingen gaat lopen puzzelen. En dan niet meer weet wat hij heeft gedaan, omdat het dan niet meer kan. En dan kan hij gewoon niet meer terug. Dus wat doen we nu, Stefan? Deze hou jij. Wacht nou eens even. Ja, welke hou ik? Die twee. Allebei. Zwarte elf. Die ligt er nu. Misschien weten de volgers het wel. Jij neemt deze twee als straf, want je zit weer te puzzelen en dat mag niet. Want je weet steeds niet meer wat je hebt gedaan. Oké, maar ik kan nog wel eentje opleggen dan. Denk jij dat ik dat goed vind? Wij hebben in plaats van zelfgekookte laasappel toch even een pizzatje gehaald. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Trrrr. Zijn we alles aan het inpakken? Gaan we morgenochtend vertrekken? Echt gek. Goedemorgen. Het is zaterdag en we gaan vandaag naar huis. Het is allemaal eigenlijk bijna ingepakt, alleen nog het matras en zo, of het luchtbed. En hier ook. En we gaan om 7:30 ongeveer rijden, want het is het vroegste mogelijk wat we kunnen doen. Dan kunnen we de camping af en dan zijn we denk ik ook ongeveer zo laat thuis. Misschien 8:30. Het is wel zwarte zaterdag vandaag, dus ik ben heel erg benieuwd. Ze hebben hier saus voorbij, zeg maar de Big Mac saus hebben ze hier. Dus ja, Stefan neemt het mee. Perfect. Kan echt niet. Even een vlogje. We zijn alweer in België. En jullie hebben gezien dat we een tussenstop hebben gehad in een heel leuk, schattig... Nee, dat dorpje heb ik niet gefilmd. Bij een kerkje heb ik dat heb ik gefilmd. Het was echt een hele lange reis. Omdat het Zwarte Zaterdag was, wilden we Parijs vermijden. Nou, daardoor hebben we wat langer moeten rijden. Uiteindelijk hadden we waarschijnlijk ook heel lang moeten rijden als we door Parijs waren gegaan. Maar dat was sneller dan, denk ik, ja. Ja, dat was wel sneller. En nu zijn we bij een McDonald's in België, in Lokeren. Nou, en hier zijn ze zo bizar streng met corona. En dat is op zich gewoon goed, weet je wel. Alleen, je brengt het dan... Ja, dat weet ik inderdaad. Ja. Huh? Dat weet ik wel, ja. Maar breng het dan aardig. Want wij kwamen binnen en die vrouw kan nog niet heel goed Nederlands. En dat is op zich ook niet heel erg. Alleen, we verstonden er niet. Dus dat is wel een beetje vervelend. En toen stonden wij bij elkaar, zeg maar, bij zo'n paal stonden wij dingetjes op te bestellen. Zegt ze,
Wat zijn ze ook weer? Oh ja, er mag hier één blijven staan. En wij zo... Oké. En toen moesten we ook ergens eruit, midden op de drive-through baan. En toen vroegen we, waar moeten we nou heen lopen? Ja, op de straat, is geen probleem. Nou ja, het was in ieder geval... een feestje. Ja, heel leuk. En nu hebben we even een koffietje en dan gaan we zo nog de laatste 1,5 uur of zo, denk ik. Ja. Ja, nu gaan we heel hard lang als bambo. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Ja, nu gaan we heel hard lang als bambo. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo.